Maar ik ben het voor de rest ben ik heel erg tevreden met Frank de Boer. Kijk, we moeten nou eens stoppen met bij die drie clubs waar hij mislukt is. Want Koeman is in Portugal, in Spanje en bij AZ ook ontslagen. He, daar beginnen we ook niet steeds over. En Frank de Boer heeft het fantastisch, werkelijk fantastisch gedaan met Ajax. Hij, die laatste wedstrijd bij de Graafschap, dat is het misgegaan. Anders was hij 5 keer achter elkaar kampioen geworden met Ajax, waar ze nog niet dat budget hadden wat ze nu hebben. Dus, en ik word dan ook heel erg moe van die commissie Meinals. Weet je wel, dat vreselijk mevrouwtje uit Amsterdam, die in iedere commissie zit, die zat laatst ook weer te oreren. Hoe heet die met die vechtsporter? Oh, Olfers. Marjan Olfers, die in de raad van commissaris heeft gezeten. Die heeft altijd heel veel bla bla, maar die zegt nooit wat. Maar ze wilde dus, de commissie Meinals wilde een zwarte coach. Nou, nee, die wilde dat er gesproken werd met een zwarte coach. Ja, oké. Nou, ik heb meteen gezegd Henk ten Cate en Gullit. Dat zou een combinatie kunnen zijn. En voor de rest hebben we Clarence Seedorf nog, die nog totaal niets gepasseerd heeft in de trainerswereld. Dus die drie waren er. Nou, die hebben ze niet genomen. En dat blijft maar zeuren en dat blijft maar zeuren. Nou, de essentie van het verhaal is volgens mij niet dat ze zeggen dat het moet een donkere coach worden. Er moet naar geluisterd worden op het moment dat je een commissie instelt. Ja, maar wat bemoeien ze zich mee? Nou, kijk, ze zijn ingesteld door de KNVB als commissie. Ja, daar zijn ze voor ingesteld. Als zij bij de KNVB gevonden had dat Clarence Seedorf de ideale man was om de lijn Koeman voor te zetten, dan hadden ze dat wel gedaan. Ja, dat denk ik ook. Alleen je moet niet een commissie instellen en vervolgens zeggen dat maakt allemaal niet uit. Wel, maar ik weet niet of een commissie dat nou via de publiciteit kenbaar moet maken. Want ik vind dat de KNVB het goed gedaan heeft. Er was geen beter alternatief dan Frank de Boer. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Inside app.